We willen het land toch veranderen om bijvoorbeeld als we naar Europa kijken en die zakenpartners van ons in het buitenland, hè, daar willen we toch een behoorlijke band mee hebben. En in het buitenland wil geen relatie onderhouden met veroordeelden, hè. Dus we moeten ook een beetje rekening houden. Heb ik nou een partij en in mijn partij heb ik zoveel veroordeelden? Nou, dan zeg ik, nou ja, oké, jullie zijn veroordeeld. Jullie blijven gewoon mee participeren. Maar we hebben andere capabele mensen, die schuiven we naar voren. Om bijvoorbeeld president te worden of VP te worden. Dat is toch niet zo moeilijk? Dus en als ik dan ga opstaan om te zeggen van ja, nou ja, ik moet president worden of ik moet VP worden. Niemand kan me tegenhouden. Ook al wordt er wetten veranderd, et cetera, et cetera. No one's man, no one stop me. Dat is een verkeerde uitspraak.